ben Thijs van de firma Techneutiens en wij installeren zonnestroominstallaties. We zijn hier bij Bart en Monique. Bart en Monique hebben in 2009 besloten van zonnepanelen op hun woning te leggen om zelf groen stroom te maken. Met de komst van de digitale teller hebben ze er echter ook voor gekozen om een batterij te plaatsen in hun woning om zo hun zelf opgewekte stroom nog meer te benutten. 2 jaar geleden hebben we een Sunny Home Manager toegevoegd aan de installatie. Die zal ervoor zorgen dat er een perfecte communicatie verloopt tussen de omvormer van de zonnepanelen en de Sunnyboy Storage 3.7, de omvormer van de batterij. De data die we daardoor verkregen hebben, zorgt ervoor dat we de capaciteit van de batterij exact kunnen berekenen. Door het modulaire systeem van SMA zijn we perfect in staat om later, in dit geval Sunnyboy Storage 3.7, de omvormer van de batterij, bij te plaatsen. De Sunny Home Manager 2.0 zorgt er op die manier voor dat de Sunnyboy Storage 3.7 de opdracht krijgt om de batterij te laden op het moment dat er een overproductie is aan zonnestroom. Dit allemaal om het eigen verbruik van de woning zo hoog mogelijk te houden. Op dezelfde manier zorgt de SMA Sunny Home Manager ervoor dat de energie die in de batterij opgeslagen zit op het juiste moment wordt afgegeven aan de woning. Ik heb gekozen voor een batterij van BYD, omdat die modulair is en dan kunnen we de capaciteit in de toekomst uitbreiden. Met de komst van het capaciteitstarief zal het in de toekomst nog belangrijker worden om de piekverbruiken te minimaliseren. Met de Sunnyboy Storage en een batterij kunnen we die pieken perfect afvlakken. Ik ben Bart uit Sint-Katelijne-Waver en sinds 2009 hebben wij zonnepanelen van Techneutjes liggen op ons dak. We hebben dat eigenlijk gedaan omdat we ervan overtuigd zijn dat wij ons steentje moeten bijdragen aan een beetje een groenere en betere samenleving. Ik gebruik heel regelmatig de SMA Energy app. Het is een zeer intuïtieve app en staat mij toe om in real-time te kijken naar mijn eigen verbruik en wat we hebben opgewekt. Eens dat je de installatie een tijdje hebt, kan je altijd gaan terugkijken naar de historische data. Het is wel interessant om te zien hoe de loop der maanden het eigen verbruik evolueert. We hebben een opbrengst van iets van een 9000 kWh op jaarbasis. Vroeger hadden we 35% eigen verbruik. Sinds we de thuisbatterij en de SMA EV Charger hebben, zitten we daar zelfs aan 85% eigen verbruik op sommige dagen. De digitale teller die is bij ons al geplaatst, maar op zich is daar geen enkel probleem, want ons eigen verbruik ligt hoog genoeg en nu betalen we ook geen prosumententarief meer. SMA Energy System Home is wat mij betreft het meest complete systeem op de markt vandaag. SMA is dan ook heel innovatief en kan heel veel andere componenten implementeren in een reeds bestaande installatie.